Raymond Sluiter, welkom. Ja, dankjewel. Dit keer zijn de rollen volgens mij omgedraaid. Wordt er naar jou niet gekeken, maar jij gaat kijken. Ja, eventjes kijken bij Vaat, bij mijn vriendin. En sowieso ook eventjes naar het poker. Ik ben een groot pokerliefhebber zelf ook. Dus sowieso leuk om even te kijken. Maar extra belangstelling natuurlijk voor Vaat. Ja, ze gaat goed. Ja, ze gaat goed. En ze gaat ook steeds beter spelen, voor zover ik dat natuurlijk kan waarnemen. En ze is er gewoon heel erg mee bezig. En ze vindt het waanzinnig leuk. Ze benadert het ook gewoon professioneel. En ja, leuk om te zien. En leuk dat ze hier dan in ieder geval redelijk diep komt. Dat is natuurlijk ook wel goed voor het zelfvertrouwen. Denk je dat er in de poker ook iets van een thuisvoordeel bestaat? Ja, als het er is, dan gaat dat vandaag de doorslag geven natuurlijk. Meer thuis als dit kan het niet zijn. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ik ben dan dit jaar weer begonnen met tennissen. Lange carrière gehad, 12 jaar gespeeld. Vorig jaar gestopt. Na een jaar kon ik toch niet laten, toch weer begonnen. En eigenlijk best redelijk gegaan. Ik heb tot nu toe 7 maanden toernooien gespeeld. En ik sta 215 op de wereldranglijst. Nou, dat is redelijk als je in ogenschouw neemt dat er 2000 man op de wereldranglijst staan. Dus een aardige sprong gemaakt. Hopelijk volgend jaar proberen weer richting die top 100 te gaan. Is het dan zwaarder om dan terug te komen? Of is er een last van je schouder van, ik heb het allemaal meegemaakt en ik ga gewoon lekker spelen. Ik ben ontspannender. Hoe voelt dat? Ja, nou ja, het leukste is in ieder geval voor mij dat ik ben een beetje verwend geraakt door de jaren heen. Ik heb alle grote toernooien gespeeld en ook wel tegen alle grote jongens gespeeld. Federer en Nadal. Allemaal waanzinnig. Maar op een gegeven moment kroop het zelfs bij mij erin van, hey, 7e keer US Open of 8e keer Australian Open. Het was niet meer bijzonder voor je en je nam het allemaal maar een beetje als vanzelfsprekend. Nou, nu is alles weer zo nieuw. Als ik er nu aan denk dat ik straks begin januari naar Australië ga om daar kwalificatie voor Australian Open te spelen, dan gaat het gewoon weer helemaal kriebelen. Dus het is af en toe goed om er gewoon even uit te stappen en dan zie je weer hoe verschrikkelijk mooi het eigenlijk is. Zou jij ook al die grote toernooien in poker laten willen of daarbij willen gaan spelen misschien? Nou, dat denk ik niet. Ik wil in ieder geval wel na tennis hier en daar wel wat live evenementen gaan spelen. Lijkt me hartstikke leuk. Je bent januari, zeg je net, in Australië. Ja. Dan focus je natuurlijk op het tennis. Mocht dat niet lukken, de Ossimilis is tegelijk. Ja, inderdaad. Maar het is dan voor mij niet zo. Kijk, je bent tennisprof of je bent het niet. Daarom speel ik hier ook niet mee. Ik had hier graag meegedaan. Maar ja, dat moet ik gewoon anderhalve dag, of ja, als ik dag 2 zou halen natuurlijk. En anders sowieso een dag training voor moeten laten schieten. En dat kan ik gewoon naar mezelf niet verkopen. Weet je, hierna komt daar nog genoeg tijd voor. Dus met tennis dan net zoals met poker, dus gewoon, je moet je echt op één ding op dat moment focussen. Want daar moet je mee bezig zijn. En anders, als je met die meerdere dingen bezig bent, dan lukt het gewoon niet. Nou ja, daar geloof ik heilig in. En ik denk dat daar absoluut raakvlakken zitten. En in poker zie ik natuurlijk toch wel veel gasten om me heen die het ja, heel los aan tafel, maar daarbuiten ook een hele losse levensstijl. En volgens mij gaat dat niet goed samen. Ik denk dat je toch gewoon een goede discipline hebt daarbuiten, denk ik dat je dat alleen maar voordeel uiteindelijk op kan leveren. Is dat waar Fatima voorloopt, denk je, op de rest die gaat al een tijdje aan poker is en de stap maakt naar het professionelere poker? Nou, ik denk in ieder geval qua discipline dat het natuurlijk goed zit. Weet je wel, dat heeft ze natuurlijk vanuit de sport heeft ze dat gewoon meegekregen. Dus daar zit het in ieder geval goed. En ja, nu is ze er gewoon heel veel mee bezig. Geeft ze in ieder geval gewoon een goede basis. Nou, van daaruit kan je dan denk ik gaan zoeken wat haar echte spel is. Wat is bezig zijn? Waar moeten wij bij aan denken dan? Wat doet zij? Traint ze? Speelt ze? Krijgt ze les? Ja, ze heeft natuurlijk wat les gehad van Ruben Visser, veel van Lex Veldhuis. Praten we ook veel mee over poker. Als wij s'avonds thuis op de bank zitten, heeft zij nou ja, de laatste 4, 5, 6 weken online echt heel veel gespeeld. Bijna iedere avond wel wat toernootjes. Niet zulke hoge buy-ins, maar gewoon veel spelen, veel situaties leren herkennen. Alles lezen, doe ik zelf ook. Kijken natuurlijk jullie interviews, daar ben ik ook, kijken wij ook gewoon trouw naar. Ja, we slokken gewoon alles van poker, slokken wij op. We vinden het gewoon een waanzinnig leuk spel. En Lex is natuurlijk een van de beste leermeesters, denk ik, in het pokeren. Ja, Lex weet natuurlijk zo verschrikkelijk veel van poker en ja, is een geweldig talent. Dus ik denk dat je wat dat betreft, ja, aan de ene kant misschien geen betere leermeester kan hebben. Aan de andere kant, wij moeten natuurlijk niet denken dat we even zoals Lex kunnen gaan spelen aan tafel. Wij moeten natuurlijk eerst een basis hebben voordat je dat kan uitbouwen. Maar dat heeft hij natuurlijk ook wel door. Hij houdt ons gewoon een beetje bij de basis. Hij traint mij eigenlijk ook een beetje.
ik zie het van buitenaf en ik volg het natuurlijk ook. Dus ik heb daar niet heel goed oordeel, maar ik heb wel eens gepost ook op het forum dat ik denk dat jullie de ideale combinatie zijn, dat jullie elkaar gevonden hebben, dat jij hem ook bij dingen hebt bijgeleerd. Klopt dat? Of zie ik dat? Ja, nou ja, dat gaat dan voornamelijk om discipline dat je discipline aan tafel is denk ik heel moeilijk te leren. Ik denk dat op het moment je goed in je vel zit en je de discipline dat je daarbuiten gewoon alles goed geregeld hebt en lekker loopt en lekker in je vel zit, denk ik dat je aan tafel, zeker in het geval van Lex, omdat hij zo extreem veel talent heeft en het spelletje zo goed snapt, dat de rest dan vanzelf komt. Alleen, ja, ik heb ook wel gezien, vooral aan hem en aan zijn levensstijl, soms ontkom je er gewoon niet aan met poker. Kijk, ja, hoe je het ook went of keert, het is niet goed om hier gisteren van 2 van 2 uur 's middags tot 4 uur 's nachts te zitten. En als je natuurlijk grotere toernooien speelt en lange dagen maakt, is het heel moeilijk om er een gezonde levensstijl op. Daarin kan je toch ook schema's maken? Ja, nou ja, absoluut. En de ene keer zal dat toch weer wat afwijken. En de ene keer vlieg je eruit. De andere keer blijft er weer wat langer in. Alleen ik denk dat daar wel... als ik überhaupt iets over hem mag zeggen als pokerspeler, dat daar misschien nog een stukje winst voor hem te halen is. En precies wat ik bedoel. Ik denk dat jij hem dus dat kan bijbrengen. Hij kan je heel veel van poker waar. En jij van, hoe benader je nou die grote toernooien? Hoe bereid je je voor? En dat is misschien net die klik die hem ook weer beter maakt. Ja, absoluut. En weet je, het blijft natuurlijk heel anders, maar er zitten heel erg veel raakvlakken in. En dit is ook gewoon professioneel, weet je wel. En ik herken hier ook heel veel dingen in. Bijvoorbeeld als ik 10 keer het goede doe en ik speel tegen een speler die het niet fijn vindt als ik naar het net kom, maar ik verlies toch 5-6 keer het punt aan het net, dan ben je geneigd om niet meer naar het net te gaan. Terwijl je het wel juist moet blijven doen, want on the long run, weet je wel, win je het. Nou, dat is met poker natuurlijk ook zo. Als je weet dat dat je spel is en je daarmee in principe het beste doet, moet je het blijven doen. Ja, als je dan een paar keer gewoon een bad beat krijgt om je oren, of hij heeft toevallig een keertje wel azen daar, dat kan natuurlijk iedereen gebeuren. Dat je wel gewoon bij je spel blijft en bij je discipline. En daarin zie ik gewoon heel veel raakvlakken. Ja. Heel kort nog af voor jou. Januari, Aussie Millions, daarvoor nog iets? Nou, Australian Open. Waarschijnlijk geen Aussie Millions, zei je. We houden het een beetje door elkaar en dan... In februari heb ik dan waarschijnlijk weer een thuiswedstrijd hier zo in Ahoy, in Rotterdam. Zo ABN AMRO toernooi, dus we gaan je volgen. Heel veel succes. Dankjewel. Oké.